jongens, we staan vandaag in het Jan Lauwers Stadion van FC Eindhoven. Ik sta hier met deze twee jongens. Boys, stel jij je even voor. Ja, ik ben Sjevink Kastanet, 19 jaar. Speel je van ADO Den Haag verhuurd aan FC Eindhoven. Ik ben Erton Staatsie, 21 jaar, linksback van Eindhoven. Dus over 6 jaar, ik dacht dat doe ik van tevoren regelen. Over 6 jaar staan we in Kamp Nou, nodigen jullie mij uit. Regelen we dit nog een keer? Oké, we gaan vandaag eerst penalties. Latje trap met deze twee jongens. Hebben we daarvoor een keepertje geregeld, keepertje van FC Eindhoven. De naam is? Joris van Gerwen. Joris van Gerwen. We beginnen met latjes. Wie wil beginnen? Ik wil beginnen. Hij begint op wel een beetje. Laat gelijk zien. Oh, maar dan heb ik een muts op. Laat zich niet uit het spel brengen. Oh! Ik zal hem laten zien hoe je moet. Als nou al op druk, hè? Dan moet je. Ja, nee, ga weg. Ja, kan niet meer winnen. Nee, doe niks. Ja, kijk, niks. Staan, kijk, ze staan. Helemaal niks. Bye. Ja, begin nog maar een keer dan. Ja, ik zeg verder niks hoor. Maar... Zullen we eerst de bal even? Kijk, hij dacht al dat hij van me kon winnen met FIFA. Als hij dit nog niet eens kan. Ja, je moet gewoon wat druk doen. Ja, ik denk wel. Ja. Daar, ik kun je niet onder druk staan. Bruh. Hij is zo stoer, hè? Hij is zo cool. Met rechts, vriend. Hij bent links. Ik ben links. Hey, reactie. Gaan wij naar dubbele punten? Druk, hè, druk. Ai. Druk op druk, hè. Druk op druk. Hey, koning, hè. Nou is het druk. Laatste bal. Spanning, hè? Die kan gelijk komen, hè? Oh. Ze winnen net. Net? Net, oké. Okay. We gaan door naar de penalty. Voor elke penalty die we scoorden, kreeg je een extra ster om te kiezen als team. In FIFA. Oh, wacht. Ja, wacht. Nee, je zegt wacht. Nee, ja, nee, deze knip is eruit. Nee, hij zegt wacht. Nee. Oh, dit doe ik slecht, hè. Ah, maar deze. Ja. Nee. Nee, camera, we gaan het zien. Hij zat. Nee. Wat moois voor de kijkers. Huppa, kom op, man. Na 10 keer terugkijken zijn we dan toch tot de conclusie, als we de slow-mo gebruiken en heel erg veel inzoomen, dat die bal van Javain er dus gewoon in zat. Ik weet al wie bij Eindhoven de penalty's in ieder geval niet neemt. Nee. Oh. Lekker jongen, Joris. Heerlijk jongen. Douwe de naam, Joris van Gerwen. Hij mist toch wel. Hij mist toch wel. Oh, even een applaus. De allereerste van vandaag. Hey. Ik had er 3 kansen voor nodig. Heel goed. Ja, ja, Joris. Intercept. Dit is voor jullie. Dus is het in 4? Ja, het is 4 penalty. Hij heeft pas 1 gemaakt. Dit wordt Jerry. Dit wordt denk ik Engelse derde divisie. 1 sterrenclub. Ik weet niet of die er al zijn. Misschien moeten die speciaal voor jou eentje aanmaken, man. Oké. Doe het maar even. Zullen we maar zien, deze heeft hij weer, hoor. Spits, 4 uit 4. Ja, ja. Tot 2 sterren, man. Zal ik hem zo voor u doen? Ja. Ik doe kijken, hè. Hij kijkt stiekem gewoon, hè.
Oei, oei, oei. Hij gaat toch van 5. Ga weg, maar nee. Heerlijk, jongen. We beloofden Jovane een extra ster als hij vanaf de middenlijn de lat kon raken. Hij is buiten het beeld, maar hij komt daar ergens terecht. Is weer niet raak. Uiteindelijk hadden we het latje trap ook meegeteld, waardoor echt onder zijn 5 sterren team mocht. Jovane een 4 sterren team en ik een 3 sterren team. Hey. Sexy. Nu moet ik met 3. Ah, 3 is al slecht. Nou, ik vind dat jij ook goed. Geen. Ik vind dat ook goed. Mag ik ook 4? Jij mag ook gewoon 4. Nee. Ik wil gewoon tegenstand hebben, weet je? Eerlijk, hè? Even, daar schiet nou met de binnen. PSV staat 2 punten achter op Ajax. Waar heeft PSV dit jaar 2 punten verspeeld? Ado. Nee. Jij stond op het veld, hè? Klopt. Of niet? Ja, klopt. Dus, 94 minuut. PSV 1 doelpunt voor. Eerste speeldag. Ado uit. Die bal komt voor. Jij staat in de 16. En, hoe heet die? Martin Hansen? Ja. Die doet dat. Ik kijk naar rechts en... Ik zie opeens een spitse afwerking. Een spitse afwerking? Ja, en hij vliegt erin. Oh, hoe gek werd je? Hoe gek werd je? Ja, we werden gek. Ja, ik ook. Gek. Op mijn hotelkamer, maar op een andere manier. Ik pak Leicester, want die heeft maar 4 sterren. Dat weet ook niet waarom. PSV! PSV. Maar je komt uit Rotterdam, toch? Ik kom uit Rotterdam. Maar op je ultimate teamkaartje staat Curaçao. Ik neem hem. Wachten. Ben je bang? Ben je bang? Komt die aan. Hup. Duurspeel. Succes, chef. Ja, succes. Oh, op die fase. Ja, prima spel. Nee. Afmaken. Huppa, Locadia. Locadia. Ja, we waren er over mijn heren. Ja, maar we gaan verder, hè. Dit was wel echt... Je moet je niet verder laten, dat is echt wel één zieke fout, man. Je speelt wel met Luc. Speel je zonder Luc? Zonder Luc. Speel je zonder Luc? Ja, tuurlijk. Maat! No Luc, no party, jongen. Nou, als ik nou verlies, word ik gek, maar ik kan het wel. Wij zijn niet bang, want broem, meisje. Bruh. Ja. dit is slecht. Even afstraffen. Kan gebeuren, jongen. Kan gebeuren. Okazaki, kom maar binnen! Ah, jongen. Zit hier? Nee! Nee! Oh! Wat is dit nou, joh? Oh, heel goed. Kon die Willems hier snel, jongen? Ja, is goed. Nee, joh! Oh! Ik hoorde iets over Antibiaans bloed of zo. Toen maakte een of andere VAR die 1-1. Is het niet zijn fout, hè? Nee. Is het niet zijn nou, fout? Nou ja, hij ging er toch wel... Ja, moet die voorzet eruit hier in de linksback spreekt, hè? Hij stond ook wel... Ja, kijk, wat was Jeff? Doet, ja, was Jeff. Hey. Hè? Drinkwater. Hop! Vardy! Oh, neemt hij die goed mee. Maris gaat alweer. Pereiro terug. Pereiro kan hem niet verdedigen. Die kan veel maar niet verdedigen. Hey! Oh! Maar nou, à la Feyenoord. Doelpuntje Bruma. 1-1 dit. Stift maar. Wat doet hij niet? Oh. Ja, ja, wel. Ja, tuurlijk, jongen. Oh, blijf je rustig, broer. Blijf je rustig. Oeh! Nee, ja! Nee. Komt ie maar, ja. Simpel. Gaan we. Jamie. No. Jamie Vardy. Wat ga je doen? Zoet. Hey. Oh, nee. Oh, deze moet gewoon een herhaling krijgen. Slow motion. Rood ook. Slow motion. Heb je niet gezien? Nee. Een beetje eerder. Hij is losjes, man. Pereiro is losjes. Kijk, wordt hij nog boos op zijn eigen teamgenoot ook gewoon? Oké. Kijk eens. Ja, met zijn hand. Schijs, dit is toch geen rood, maat? Hij kan het niet. Niet op FIFA, niet in het echt. Hij kan het niet. Dankjewel. Nummer 1 is slagen. Nummer 2 is het klaar voor. Nee, mensen, dit wil ik er wel even bij vertellen. Ze hebben al eerder tegen elkaar gespeeld, hè? Dit mogen ze weten, toch? Ja, vertel maar. Vertel maar zelf, jongen. Nee. Mag je trots op zijn?
Ik verlies hier gewoon. Schandalig. het was maandag met carnaval en ja, meer wil ik er niet over zeggen. Laten we het daar maar bij houden. Die verdedigers? Je hebt je vaste opstelling, 5-2-3 of wat is dit? Nee, ja? Gaan we al. Nee, natuurlijk. Jawel, dan gaan we al. Oh. Harry Kane. Oh, maat. Harry Kane. Oh, keepertje. De Belen, Romein. Oh, Benna. Dat is niks aan de hand. Nee. Oh, dat is tegen Juve, wat ze gevaarlijk, jongen. Paulus weg. Nee, Paulus. Oh, lekker, jongen. Oh, Joris, wat een keepertje. Oh, dit is goed. De DA, ja. Komt hij aan. Oh, wat een slechte paas, maat. We kennen hem nog toch wel, van die Ajax-tijden. En op de lijn staan? Kan je dat nou echt doen? Oh, je doet het echt? Oh, Benna! Ja! Ja! Jawel. Hij was links. Oh, dit is heel goed gedaan. Ja, dit is een hele mooie goal, man. Ik ben weer terug, man. Ik heb hem even op aarde gezet weer. Domme. Ik ga hem wel even wisselen. Oh, maat. Hoe snel is hij? Penalty schijf. Oh. Hij liep gewoon door, joh. Een gek. Vraag voor jou, man. Wie is jouw favoriete team? Mijn favoriete team? Op FIFA? Of? FIFA. Ja. Ik zie dat je met iedereen waar je de voet kan. Wacht, ik maak even deze goal. En dan vertel ik jou. Oh mijn god. Dan vertel ik jou dat het Barca is. Oh god! Dan vertel ik jou dat het Barca is. Goh, even aankijken. Oh, oké. Even aankijken. Dit is niet best. Dit is zeker niet best. Incidentje weer. Oh nee, dit is heel dom ingestapt. Ja, dit wordt hem. Oh. Heerlijk, dit is gewoon meteen, perfect. Meteen, hè? Dit is gewoon perfect. Je was zo slecht ingesteld. Dit is gewoon perfect. Ja, kijk hier, wat doet hij? Nee, dat is die Anna. Oh, dat is die Anna. Ah. Ik moet geen penalties tegen jou gaan nemen, man. Want dan gaan we gelijk. Oh, het is. Wat doen we? Kijk maar dit beeld. Wij doen ook wat. Ja? Nee, ik wil ook geen penalties tegen nemen, dus ik ben het ermee eens. Tijd voor de storm, man. Emmanuel Adebayor. Heel scheid. Goed. Huh? Ja, tuurlijk is het een, dat is een rode kaart en dat is wegwezen, jongen. Ja. Het was niet in de 16. Wat deed je? Door de muur! Ja, hij was goed. Op goal. Maar kijk, hoe kan dit? Wat staat die muur dan te perfect. Doen? Perfect. Hij is echt perfect. Maar wat doet die muur? Hij wint met latje trap, penalties en nu ook nog eens. Dus ik denk dat het ik denk dat het gewoon puur kwaliteit is. Dus, ja. Okay. Je kan het hier terugzien, hè? Je kan het hier terugzien. Je was wel mee. Meer tackles, dus wat zei je? Tackles. Maar boys, bedankt voor het meedoen. Jij ook, half buiten beeld, maakt niet uit. Dan komt hij aan, hoppa. Maar volg de even op Instagram. Ik wil ontzettend bedankt voor het kijken. Laat even een reactie achter. Blauw duimpje omhoog. En later, mensen.